De baaktrekroute tussen Suriname en Guyana is officieel gelegaliseerd. De illegale grensoverschrijdende activiteiten die plaatsvonden op deze route behoren nu tot het verleden. Er zal sprake zijn van een ordelijk grensverkeer ten voordele van Suriname en Guyana. Dit zei president Chandrika Persat-Santokhi op vrijdag 21 oktober 2022 tijdens een bezoek aan het reisdistrict Nikeri. Vaak kijken we in een grensgebied naar issues die ons scheiden. En alle energie stoppen we daarin. En we kijken niet naar issues die ons bindt. En dit is wat ons bindt. Deze route. Consul General, the people were looking for a good name for this backtrack. But if it is so, in comparison with the ferry, which is a little bit southward far and it's taking too long in travel, in time, and this is a faster track, just call it fast track. Fast track in plus one backtrack. Take it into consideration. But that fast should be also regulated, security, ordening, controle. Daarvoor zijn er zoveel controlediensten hier zo. We willen dat het ook veilig is. We willen niet dat er ongelukken ontstaan. We willen ook dat men veilig de oversteek kan doen. We willen ook namelijk dat men rekening houdt met getij. We willen ook dat men rekening houdt met die dijk. We willen ook dat men rekening houdt met de condities hier. Gaat u investeren, wij gaan u ondersteunen. Laat hier een toerismepark komen. En dan gaat u zien hoeveel toeristen u gaat krijgen. Laat er overal stands komen. Craft market. Food market. Souvenir market. Laat die dingen komen. En laat ontwikkeld worden. Uiteraard heeft Nikeri ook haar eigen specialiteit. Ook die dingen kunnen uitgesteld worden hier zo. Maar alles met als bedoeling toerisme te bevorderen. En dan gaat u zien die spin-off van toerisme.